Jorisma schiet gelukkig omhoog. Neemt geen risico. En daar zijn ze weg. 8.500 lopers uit Kenia. Uit allerlei landen. Een Japanner loopt er rond. Meerdere Japanners, maar eentje die we voorin kunnen verwachten. En daarachter dat enorme lint met marathonlopers. Voor sommigen is de eerste, voor sommigen de 40ste. Sommigen willen onder de 3 uur eindigen. De anderen willen gewoon finishen. Voor anderen is het weer een doel op zich om die barrière van de 4 uur te doorboren, zeg maar. En allemaal, en dat hebben ze allemaal met elkaar gemeen, hebben ze er ontzettend veel voor getraind. Dan zitten we hier bij de eerste dames. Ook twee Keniaanse, Jepto en Ndungu, als ik het goed uitspreek. Nummer F2, Ndungu, debuteert hier. Dat kan een verrassing worden. En Jepto heeft een PR van 2.32 en die wil onder de 2.30 gaan lopen als het allemaal mee zit. We hebben in Nederland een aantal hele goede lopers. We hebben Abdi Nagay natuurlijk. We hebben Michel Butter. De jongens die ook onder de 2.10 al gelopen hebben de laatste jaren. In Brabant hebben we dan, terwijl we daarbij de dames wel hebben. Kijk, dit is dan weer het bekende dat het niet goed gaat. Gonfa, de Ethiopiër. Missen flessen. Ja, volgens mij had hij zich niet goed georiënteerd. Wist hij niet precies wat de bedoeling was en hoe het zou moeten gaan. We zitten overigens na 10 kilometer op een half uur. Dus ja, dan zitten we toch een beetje in hetzelfde schema als wat we de eerste 5 kilometer hadden. Het heeft natuurlijk veel geregend. Er zijn bladeren gevallen. Het kan op sommige momenten glad zijn. Dus lopen ze aan de hele en de halve marathon pas ook een beetje op. Voor de wat lastigere stukken. Inmiddels 3 hazen zien we. Die nog steeds een aardig tempo hebben, Greg. Ja, het ziet er allemaal stabiel uit. We hebben natuurlijk 5 en 10 kilometer zat eigenlijk geen verschil in. Dus ze lopen heel strak eigenlijk op een 3 minuten tempo, dus 20 per uur. Ja, en zouden zo netjes de groep compact, als er wind staat, dat de mensen achter kunnen lopen om uit de wind te houden. En de groep is nog groot, dus dat is, we gaan richting 15 kilometer, is een goed teken ook voor hopelijk een hele spannende finale straks. Halverwege 1.36, 1.37. Ja, maal 2, dan kom je op iets boven de 2 uur en 6 minuten uit. De eerste dame. Ja. Nog steeds hetzelfde groepje. Ziet er stabiel uit. Ik denk dat die man met nummer 62, Steven Heemskerk, naam mag ook wel eens genoemd worden. Die doet uitstekend werk. Ja, die trekt eigenlijk heel die groep, hè, en de rest profiteert er lekker van. Tekening in de strijd bij de kopgroep. Die nou toch een aanmerkelijk minder homogene indruk maakt dan de afgelopen uur en een kwartier, zeg maar. Er zijn wat tempoversnellingen geweest. Terwijl de eerste halve marathon toch eigenlijk erg gelijkmatig werd gelopen. Nu wat tempoversnellingen bij de drankpost zojuist. En die lijkt voortgezet, waardoor het wat uit elkaar getrokken is. En zijn er lopers die moeten lossen. En begint er nu een serieuze kopgroep te ontstaan. Het is een sterke kopgroep die over is gebleven. 7 man nog. 1 Ethiopiër met nummer 8, Tejene Debela Gonfa. En 6 Kenianen. Die de kopgroep zeg maar gehalveerd hebben. Bijna gehalveerd, want nog maar een minuutje of 10 geleden hadden een kopgroep van een man of 14. Nou, er is versneld. Er zijn wat lopers afgehaakt. En deze groep is overgebleven. Deze Keniaanse debutant, Kipchoge, die moet de kopgroep laten gaan. Van 5 hebben we er nu nog 4 over. 4 lopers. Die in de slotfase van deze 34e marathon Eindhoven terecht zijn gekomen. Kiepserum, Talam, Kirwa,
en Gonva, drie Kenianen en één Ethiopiër, gaan met elkaar uitmaken wie deze marathon gaat winnen. Talam Kirwa. Kirwa met nummer 4. Talam, de winnaar van vorig jaar met nummer 2. Die zal nu weten wat er vorig jaar gebeurde. Dat je hier geen fouten moet maken. Niet de verkeerde afslag nemen, maar in één streep naar de finish. Kirwa maakt een goede indruk. Talam maakt een goede indruk. De twee landgenoten zullen het met een echte eindsprint moeten gaan uitmaken wie het gaat worden. En het lijkt met een neuslengte voorsprong en toch een persoonlijk record Vessers Talam te zijn die de 34e editie van de Marathon Eindhoven wint. Hij prolongeert zijn titel van vorig jaar, een seconde of 13 sneller. Een prachtige prestatie van deze jonge Keniaan die hier toch in de prijzen valt. En dan zien we hier Marius Kipsarem, vorig jaar nog nummer 2. Nu weer een podiumplek, maar wel één treetje lager. En een toch ook uitstekende tijd. 2-6, wat zal het zijn? 41. Mooie tijden, net boven de 2-6. Net boven het parcoursrecord, maar wel een prima tijd. Ronald Streeter bij de finish. So, congratulations. How do you feel? I'm feeling great that I have to win the title. I'm feeling very much. Was it a hard race today? Het was hard race, due to the weather. Daar loopt ze. Younis Chepto, winnares bij de vrouwen van de 34e Marathon Eindhoven. In een tijd net boven de 2:26, dat is een absolute toptijd. Een uitstekende tijd die hier dan bereikt wordt. 2:26:12. Younis Chepto wint de Marathon van Eindhoven bij de vrouwen door een hele sterke tweede gedeelte. Eunice, you ran a very, very good race. Are you happy? Yes, I'm very, very, very happy for the race. And in fact, the time, that's my PP from now. Yeah. A new PR for yourself, that's great. Yes? A new PR for yourself, that's great. A new personal record? Yeah, so I've wished to break the record, but unfortunately, I didn't make it.